Tijd als een pionier is een challenge door de provincie Flevoland, waarin zij samen met Foodhub en Dutch Cuisine een challenge oprichten waarin ze eigenlijk de chefs in Flevoland willen uitdagen en stimuleren om met meer lokale en plantaardige producten te gaan werken. En om die chefs daarbij te helpen organiseren we masterclasses, 3 stuks en vandaag is de 2e, waarin eigenlijk de boeren en de chefs met elkaar leren kennen. We vragen of ze met meer lokale producten willen werken. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel de boeren kennen. En je moet ook weten wat er geproduceerd wordt in de omgeving. Dus dat is eigenlijk het thema van vandaag. Smaak is afhankelijk van, op de eerste plaats natuurlijk, het kiezen van het juiste product. Een goed product is, ja, dat kan je al bijna niet verknallen. De bereiding, de techniek, de temperatuur is belangrijk. Wat ik heel vaak doe, ik ga zo direct jullie wat voorbeeldjes laten zien en laten proeven. Een grote moestuin met mooie producten en ingrediënten. Een initiatief als dit is zo belangrijk omdat in eerste instantie we weten niet wat er in onze achtertuin groeit. En het leuke is dat je dus die chefs ook verbaasd ziet van oh, is dit ook allemaal in Flevoland mogelijk? Dus ik denk dat die kruisbestuiving tussen de chefs en de leveranciers, de producenten, dat eigenlijk wel heel belangrijk is op een dag als deze. Ik denk dat we eigenlijk wel met zekerheid kunnen zeggen dat de manier waarop we nu eten, dat niet haalbaar is voor een gezonde toekomst. Vroeger had je eigenlijk gewoon 80% groente en 20% vlees. En we zijn tussen de Tweede Wereldoorlog en nu zijn we echt meer dan verdubbeld qua hoeveelheid vlees eten. En dat is gewoon niet toekomstbestendig. Dus daar komt het eigenlijk gewoon in het kort op neer dat als we gezond oud willen worden, dan moeten we ons eetpatroon aanpassen. Van huis uit kookten wij natuurlijk als pionier vanuit eigen groentetuin, eigen slacht, eigen zuivel. En dat hebben we in het restaurant 27 jaar terug ook zijn we dat gewoon door gaan trekken. Vooral met seizoensproducten werken, regionaal, wanneer het aanbod er is. En dat doen we nog steeds en deze dag die past daar natuurlijk uitstek bij. Ik vind het een heel mooi initiatief om meerdere mensen uit verschillende hoeken bij elkaar te zetten. Ik vind het ook heel leuk om te zien dat er mensen zijn die goed zijn in productontwikkeling en echt iets willen doen met het product. Maar ik ben vooral meer van het creëren van een product in de hoop dat er iemand is die zoiets wil oppakken. En als je dan gewoon hier een aantal chefs zo bezig ziet en ze aan het brainstormen zijn wat ze ermee zouden kunnen doen, ja, daar word ik alleen maar enthousiast van. Daar lever ik graag mijn producten aan.